Het wachten is op de hoogheid. Hij komt hier zo meteen uit de nooduitgang als het goed is. En het schijnt dat dan de emotie grote boekdelen gaat spreken. Dat de kinderen toch gewoon janken. Want je kunt wel zeggen, als je kindje bent, dan lid er nergens wakker van. Maar op het moment, als je een prinsenstatus af moet geven, een adjudantenstatus, dan is dat toch wel een hard gelach. Ik heb net nog even gesproken met de moeder van de hoogheid, van prins Kioni de Neurste, en met zijn vader. Hij zegt, gij toen de naam in het begin verkeerd uitgesproken, dat zal ik nooit meer doen. Ik zie ook de wethouder aankomen. Ik ga toch even spreken, want de wethouder die glundert van oor tot oor, want de Kees is zijn zoon. Ja, dat klopt. Het is geweldig om te zien als trotse vader hoe het... Hoe je zo'n Keesje mag zijn. En ze hebben nu een laatste optreden hier in de Pleinzaal gehad. Dus we hebben nu een mooi afscheidsmoment bij de grote hekel. En dan kun je zien hoe groot die klein jong kunnen zijn. En geweldig feest. En ze hebben er geweldig van genoten. Maar met name heel Oeterdonk heeft ook van onze jong kunnen genieten. Ja, prachtig, hè? Wij staan als een soort paparazzi hier op de nooduitgang te wachten. Daar komen ze zo naar buiten als het goed is. Ja, dat volgens mij wel. Ja. Dus papa en mama lopen vast die kant op. Ik heb gehoord dat dan ook de emotionele tranen gaan komen bij de kinderen. Ja, de prins, de hoogheid, die had het even al een klein beetje te kwaad op het podium. Maar dat hoort erbij, want dat laat zien dat Oeterdonk is ook emotie. En dat begint van onze vroegste jeugd tot onze laatste snik als je hier in Oeterdonk mag zijn. Veel mensen die nu staan te wachten, ook al richting de grote hekel gaan lopen. De deur blijft nog dicht. Het is toch een beetje een officieel moment. Hè? Zo'n nooddeur die normaal gesproken er staan ze gewoon tegenaan te piezen. Ja. Maar vandaag is het wel de deur van de hoogheid. Maar wat gaat er nou precies gebeuren, die uittocht? Waar houdt het in? Nou, eigenlijk hetgeen wat ik heel erg mis bij de grote prins. He, we nemen natuurlijk vanavond afscheid van Cornelis, de Cornelisbegrafenis. Dan gaat de hoogheid, prins Amadeo de 25e nog een keer met het kraanbakje zo rond zijn publiek om even afscheid te nemen. En dan doet hij eigenlijk het woord voor nog een aantal genodigden in Hotel Centraal. Ja, de plebs zeggen we altijd. Ja, de plebs. En ik zou het zo mooi vinden, maar er eigenlijk geen waardig afscheid genomen van het volk. Maar dat is een persoonlijke mening van mij, hè? Ja. Dat is geen... Ik bedoel, daar heb ik die gedachte. Ik vind het een beetje als Sinterklaas. Sinterklaas komt met een hele hoop bombari binnen. Ja. En ineens is hij weg. Bam, weg. En dat vind ik dus met een hoogheid ook. En ik vind dat toch jammer. Wat zou het toch mooi zijn als TV73 volgend jaar een groot podium zou mogen sponsoren. Sponsoren, wil ik sponsoren. Met muziekjes erop. Geluid. En dat de prins... Ooit zijn we alle samen. Dat de prins nog één keer voor de microfoon zijn Oeterdonkse publiek bedankt. Want hij doet dat op het station natuurlijk. Dat hij nog één keer het Oeterdonkse publiek bedankt en dat hij dan weggaat. Een waardig feestelijk afscheid. En dat we gewoon nog een precies, zou maar zeggen, 111 minuten vanaf het begin tot het eind, het laatste gesprek, nog 111 minuten de laatste momenten van carnaval mogen beleven met in de laatste 11 minuten Cornelis die op de moerenkar gaat en weer opgeschaald gaat worden voor volgend jaar. Ik wil eigenlijk een soort van... Naprieven, alleen dan nee, je wilt gewoon waardig afsluiten. Ik wil een mooie afsluiting, want de prins is er geweest voor het publiek, voor zijn volk. En ik vind het mooi... Een soort afscheidsconcert. Ja, gewoon dat je 111 uur nog een extra climax bouwt. Met uiteindelijk de allergrootste climax. Dat iedereen met zijn pet af, op zijn hart, ooit zijn we alle samen gaat zingen. Terwijl Cornelis van die sokkel af gaat. En er zijn te weinig muziekjes. Eén groot podium. Veel... Word je enthousiast van? Ja, dat is. Dat moet. Maar ik ben niet van het protocol. Nee. Maar ik zeg het bewust. Maar wel van het protonol. Want misschien, ik ben van het protonol. En die vinden dat er een feestelijke afsluiting moet gaan. Nee, je statement is duidelijk. Ik vind gewoon dat een prinselijke afscheid... De manier waarop het nou gaat is traditie. Dat is traditie. En daar komt heel moeilijk verandering natuurlijk in. Nou ja. Maar er zijn wel steeds vaker veranderingen die toch... De prins is dit jaar ook voor de eerste keer voorop in de... Hij wordt niet meer in de fik gestoken, dat was vroeger. Hè? Nee, niet de Cornelis. Maar Cornelis. Die werd vroeger altijd gewoon in de fik gestoken. Als afsluiting. En nou wordt hij gewoon netjes in een huifkarretje gezet. Gelegd, doekje eroverheen en het is klaar. Wij gaan vanavond bij de begrafenis van Cornelis nog even het glas heffen. Voor al die Oeterdongers die in de hemel zijn. Dat hebben we beloofd. We zullen heel wat traantjes zien. Dat mag. Er zijn echt mensen die gewoon keihard staan te janken. En dat is helemaal niet erg. Dat hoort er ook bij. Mijn statement van het afscheid, het feestje, die 111 minuten voordat dan echt het carnaval is afgelopen. Daar zeg ik nou bewust voor de camera, want ik weet ook dat het boerenparlement aan het kijken is. En natuurlijk de prins en zijn gevolg. Neem het gewoon eens een keer in gedachten mee, want dan is dat zo'n mooi afscheid. Want
Natuurlijk zijn er heel veel mensen die de prins wel zouden willen zoenen. Ja. En daar gaat niet. Maar een afscheidswoordje zou mooi zijn. Vind ik ook. Ik ben het in deze helemaal met jou eens. Maar het is er niet zover. De clubjes die gaan nu richting de Grote Hekel. Voor de uittocht. De uittocht van prins Kioni de Eerste. De nooduitgang blijft nog dicht, maar het kan elk moment gaan gebeuren. Wij blijven er gewoon voor staan. De koekerellen komen toch aan deze kant. Dus de nooduitgang wordt dit jaar denk ik niet gebruikt. Want waar de koekerellen zijn, is de hoogheid. En in de verte zie ik inderdaad een hoogheid al lopen. Ik zie het bolloetje van de Kees. Ik zie de peer. Ja, toch een emotioneel moment zo. Ze nemen afscheid van het Oeteldonkse publiek. En wij, TV73, is er weer bij. We gaan er naartoe, kom op. Het is... Ja, prins. Ja, laten we gewoon, we lopen gewoon lekker door. Beetje. Ja, jongens, luister eens. Hey, ik heb één ding toch. Emotionele momenten. Ja. Wat betekent dat voor u, prins? Veel. Ik heb gehoord dat er binnen al wat traantjes zijn gevloeid. Ja. Bij mij ook een paar. Maar dat is niet erg hoor, jongens. Ja, dat was mijn laatste tekst. De laatste speech. Toch huilen. Iedereen gaat straks toch huilen, dus. Ja? Ja, straks bij Knillis. Ja, ook. Maar ik kan wel voorstellen dat... Dat uw jaar, prins Kioni de Eerste, een bijzonder jaar is geweest. Met zonneschijn. Ik heb begrepen van Dendriek dat hij heel veel grieten en meskes van jouw lijf heeft moeten houden. Ja. Is dat zo? Ja. In de prinswagen natuurlijk. Het hele gevolg zit achter hem aan. Eerlijk waar? Ja. En ook achter mij aan. Ja, maar ja, luister eens. Een adjudant en zijn de prins. Dat zijn wel twee hele mooie en belangrijke mannen, hè? Nou, maar zonder mijn adjudant en mijn Driek had ik het ook niet kunnen redden. Nee, dat is waar. Want heel zijn stem is weg. Zou je nog even een klein deel van jouw afscheidsspeech even tegen de kijkers thuis kunnen zeggen? Ik wou jullie allemaal heel erg bedanken voor deze mooie carnaval. En ik wens jullie nog een, tot nu toe nog een mooi jaar. Ja, want vanavond wordt Knillis begraven. Ja. Dan liggen jullie al op bedje. Nee, wij moeten ook nog komen. Ja, hè? We geven zeker nog niet op, hè? Nee. Ik ben er zeker ook bij. Alleen, jammer genoeg houden we morgen alweer op met zweven. Ja, maar in gedachten zweven de mensen nog eventjes voor dit jaar met jullie mee. Ja. We gaan even kijken naar jullie uittocht. Prins, het was mij een zeer aangenaam en bedankt voor deze eer. Alsjeblieft. En hier gaan ze nu toch echt voor de laatste keer. Gouden kettingen worden eruit gedeeld. De peer, dames van het gevolg, gemeenteraad. Jongens, zet hem op, hè. Dankjewel voor dit jaar. Goed uw best gedaan. Prima gedaan, goed zo. Wij zijn trots op jullie, jongens. Dankjewel. We lopen nog even mee. De prins, bedankt. De ruiterij. Dames van het gevolg, die bedanken ze. Voor de eerste keer waren ze erbij. En ze vertrekken nu naar beneden. Ze wordt bedankt door de koekerellen. En hier de vaandeldrager, de Vendrig. Hoe is het gegaan? Goed. Was hij zwaar? Nee. En het vaandel met je hand gedragen of met het hart? Met het hart. Hartstikke goed. En nu zometeen weer afscheid. Ja. We zien daar nu op dit moment de prins nog even zwaaien naar zijn publiek hier aan de bovenkant. En al die trotse papa's en mama's. En natuurlijk het Oeteldonkse publiek dat hier aan de overkant staat te zwaaien. Het is echt zo vergimsdruk hier. Het is een waardig afscheid in volle eer dat prins Kioni de Eerste hier ook verdient. De gondelier die is nu de richting aan het steken. Kijk even naar het publiek ook rondom ons. Want het is echt heel erg druk op de kade hier bij de Grote Hekel.
En op de kade, Sennepeer, Dendriek. Hij gaat nog zijn, afscheidsrondje doen. Die hadden we al gefilmd, toen we zelf nog op de boot zaten. En kijk eens even om, draait eens om naar het publiek. Hierboven, allemaal die vaders en moeders, opa's en oma's en alle trouwe Oeteldonkers, die staan te zwaaien bij dit emotionele afscheid. Heel erg mooi. Zo druk, zoveel eer, zoveel afscheid, zoveel mensen. Voor onze jonge prins, prins Kioni de Eerste, zijn adjudant, de dames van het gevolg, ook in de prinselijke boot. En ook aan de overkant, op de brug bij de Rode Leeuw, is het gewoon volop publiek. Zijn afscheidsrondje. Trotse gezichten hier ook bij de organisatie. De minister van Jeugdzaken. En heel langzaam is dit het einde aan het worden van zijn carnaval. Zijn jaar. Zijn 2014. Als ze hem in 2011 hadden gezegd, 2014 wordt een bijzonder jaar, dan had hij waarschijnlijk gezegd, het zal wel. Maar vanaf nu, dit jaar 2014, zal voor hem een jaar zijn waarin hij nooit meer vergeten zal worden. Hij is de geschiedenisboeken ingegaan als prins Kioni de Eerste. En het is niet alleen een goede prins, het is ook nog eens een goede entertainer samen met zijn adjudant. En het gevolg, de dames van het gevolg die erbij zitten. Een mooi afscheid ook. Jeugdzaken heeft kosten nog moeite gespaard om hier op de Grote Hekel ook een mooi, waardig afscheid te organiseren. En de kokkerellen die zwepen de boel bovenop. Het ererondje wordt nog een keer gedraaid. En we gaan hem nog één keer vragen, nog één keer af te tellen. Hoogheid, nog een keer. 1, 2, 3. Ja, hij doet het. En dan gaan ze dan richting de uitgang. Dag Hoogheid. Dag adjudant. Dag jongens. Ja, en nou, onder die brug, iets wat wij niet zien, dat je alleen maar leest in de Mijn Geheim, gaan de tranen komen. Ze vallen straks onder die donkere brug, bij de Grote Hekel, bij elkaar in de armen en gaan even janken. Van geluk, van een mooi carnaval, maar ook van een afscheid van zijn Oeteldonkse publiek. En wij waren erbij. Bedankt voor het kijken. Dit was TV 73 met het afscheid van de jeugdprins. Vanavond kijken naar het afscheid van prins Amadeo de 25e en van Cornelis. Doe nou eens, kijk een keer.